Zo spectaculair als het Formule 1 seizoen in 2021 eindigde, zo spectaculair begon het nieuwe seizoen in 2022 met de Grand Prix van Bahrein. Nou, Charles Leclerc startte op pole position, Max Verstappen net erachter, maar die kon maar een handvol keer aanvallen op de Monegasque die werkelijk waar een fantastische race reed. In de race wist Verstappen 3 ronden achter elkaar op het rechte stuk met behulp van de DRS Leclerc te verschalken. Maar tot op 3 keer toe pakte Leclerc die positie direct weer terug. Leclerc kon vervolgens wegrijden met een voorsprong van 3, 4, 5 seconden. Nou ja, Verstappen reed erachter met daarachter Carlos Sainz en dat leek eigenlijk de top 3 van de race te worden. Totdat de auto van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly vlam vatte en een safety car veroorzaakte. Het hele veld kwam vervolgens weer bij elkaar, maar door een perfecte herstart van diezelfde Charles Leclerc wist Verstappen geen moment aan te kunnen vallen en die had ook nog eens een keer na zijn pitstop een probleem met de stuurinrichting. Het voelde voor hem alsof er iets vast zat, maar zijn team gaf aan dat hij buiten moest blijven. Daarbovenop kwamen problemen met de batterij en hoewel Red Bull aangaf dat er niks kapot was, viel Verstappen uit met nog 3 ronden te gaan. Na het uitvallen van de Nederlander was de top 3 Charles Leclerc, Carlos Sainz en daarachter Sergio Perez en daarachter de 2 Mercedes'en, Lewis Hamilton en George Russell. Maar in de laatste ronde, aan het einde van het rechte stuk, ging het mis voor de Red Bull coureur Perez. Zijn auto blokkeerde, hij spinde en letterlijk de derde positie werd in de schoot geworpen van Lewis Hamilton. Nou ja, Leclerc won de race, Carlos Sainz als tweede en logischerwijs was de Monegasque ontzettend blij met zijn overwinning. Ik val in herhaling, maar het waren 2 lastige jaren. We wisten dat de nieuwe regels voor kansen zouden zorgen voor het team. De jongens hebben het zo geweldig gedaan en we hebben een geweldige auto gebouwd. En dan nog zekere benoemen waard, Kevin Magnussen, kersverse Haascoureur die 5 dagen geleden nog niet eens wist dat hij komend seizoen Formule 1 zou rijden, die finishte de race als 5e. Met daarachter hem kersverse Alfa Romeo coureur Valtteri Bottas. Veel meer nieuws en interviews, dat vind je op racingnews365.nl. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en deze video te liken. En ik bedank je voor het kijken naar deze video van Racing News 365.